De Vierdaagse begint pas over 5 weken, maar nu wordt er al flink gewerkt bij Kamp Heumersoord. Tijdens de Vierdaagse slapen hier 6.500 soldaten uit 31 verschillende landen. In totaal wordt er bijna 30.000 vierkante meter aan tentruimte opgebouwd. En daarmee is Kamp Heumersoord een van de grootste campings van West-Europa. De 101e Vierdaagse gaat dinsdag 18 juli van start. De markt in Groesbeek bestaat 40 jaar en dat werd dinsdagochtend gevierd. De markt was versierd en bezoekers konden een kopje koffie of thee krijgen. Ook stond er een rad van fortuin waaraan gedraaid kon worden. Ook werden 5 families die al 40 jaar op de markt staan in het zonnetje gezet. 4 van de families kregen een oorkonde uit handen van wethouder Sylvia Fleuren. De staat gaat 2 unieke shows geven bij cultuurspinnerij De Fasien. Dat heeft de Nijmeegse band dinsdagochtend bekendgemaakt. 18 en 19 november worden de optredens gehouden. Voor de show wordt een speciale ronde tent gebouwd. De staat treedt dan op in het midden van het publiek op een rond podium. De shows zijn exclusief, want in de speciale tent is plaats voor ongeveer 2000 bezoekers. Kaarten voor de optredens kosten €35 en zijn vanaf donderdag 15 juni te koop. De gemeente Beuningen is uit de financiële problemen. Gemeente sluit de programmarekening van 2016 af met een positief resultaat van €6 miljoen. Dat is 3 jaar eerder dan verwacht. Het positieve resultaat geeft ruimte voor nieuw beleid. Zo kan er nu bijvoorbeeld gekeken worden of er nieuwbouw voor een basisschool gecreëerd kan worden. En of bomen en ander groen vervangen kan worden. Ondanks het positieve nieuws blijft de financiële positie van de gemeente Beuningen wel kwetsbaar. Het had een feestelijk evenement moeten zijn, de 25e optocht van de stichting Truckersconvooi Boldershof. Maar de rit van Beuningen naar Leeuwen en terug liep iets anders dan gepland. De toeterende optocht van vrachtwagens met naast elke chauffeur als gast iemand met een beperking ging chaotisch van start en kwam tot stilstand in Beuningen. Daarna raakte een deel van het konvooi tot 2 maal toe de weg kwijt en kwam het in Leeuwen tot stilstand omdat een chauffeur moest plassen. De optocht heeft uiteindelijk 3 kwartier vertraging opgelopen. De stichting betreurt de gang van zaken en biedt op Facebook haar excuses aan de kijkers langs de weg, die erg lang op het konvooi hebben moeten wachten en in sommige gevallen teleurgesteld naar huis zijn gegaan. De organisatie geeft aan niet te weten wat het anders had kunnen doen en hoopt dat de rit volgend jaar wel weer goed verloopt.